Daar vandaan zat een groepje herders bij elkaar. Ze hadden hun schapen bij elkaar gedreven tot de nacht en zaten samen nog wat te praten bij het vuurtje. Ook 's nachts moesten ze wakker over de kudde, want soms waren er wolven in de buurt. Opeens zagen ze een helder lichtje aan de hemel. Een engeltje verscheen in hun midden. De herders schrokken en kropen weg achter elkaar. Maar de engel zei: en jullie hoeven niet bang te zijn, beste mensen. Ik kom jullie goed nieuws vertellen. In de stad van David, hier vlakbij, is een kind geboren dat God komt. Hij zal ervoor zorgen dat niemand nog aan de kant wordt gezet. Hij brengt alle mensen dicht bij God. Hij is de redder, de Messias, het licht in het donker voor alle mensen. En jullie zullen hem herkennen als je een kindje ziet dat in de doeken is gewikkeld en in een voederbak ligt. De engel vloog op. Hij riep nog eer aan God in de hemel en vrede op aarde aan alle mensen, want God houdt van hen. Toen verdween de engel. De herders konden hun ogen bijna niet geloven. Ik wil dat kindje wel inzien waarover die engel het had, zei een van de dappere herders. Wie gaat er mee naar Bethlehem? Ze gingen op weg en vonden de kleine Jezus bij Maria en Jozef. Het was precies zoals de engel had gezegd. Hij was in doeken gewikkeld en lag in voederbak. De herders vertelden aan Maria en Jozef wat de engel nog meer over Jezus had gezegd. Dat hij van God kwam, dat hij het licht in het donker was voor alle mensen. En dat hij redder was, dat was ook voor hen moeilijk te verstaan. Maria bewaarde alles wat ze hoorden in haar hart. Haar zoon Jezus, het licht voor alle mensen, zou hij mensen die het kunnen helpen. Misschien zou ze het later beter begrijpen.